En daar zijn de ploegen. Want we gaan zo beginnen aan de wedstrijd tussen Topos en Jong AZ. Allebei de ploegen kwamen afgelopen vrijdag ook al in actie. Topos, dit is de nummer 17 van de keukenkampioendivisie met de opstelling. Sanchez is eigenlijk de nummer 10, maar die speelt nu rechts op de vleugel als verdediger. Dat moet allemaal omdat er wat wisselingen in de ploeg noodzakelijk waren. Met Mathieu nu op de 10-positie. En voorin dus de man die afgelopen vrijdag nog 3 keer scoorde, Kai Tejan. Een fantastische wedstrijd speelde hij tegen Helmond Sport. Die werd gewonnen met 3-1. En dus deed Topos weer goede zaken. Het gaat steeds beter met Topos de laatste weken. Cantino is de man uit Voorburg. Is de leidsman vandaag, 27 jaar. En bij Jong AZ, daar zien we Sedláček. Dat is de aanvoerder, de Tsjech, die een basisplaats heeft vandaag. Reus is de doelman, dan Sedláček, Koopmeiners, Berghout en Dekker. De laatste lijn van Jong AZ. Dan de Jong, Tabouni en Buurmeester. Die laatste twee zaten gisteren nog op de bank bij het grote AZ. En dat geldt ook voor Barazi en Oosting. Poku is de man die rechts aan de buitenkant speelt. Poku is die jonge jongen van 17 jaar die te maken krijgt met de oudste man bij Topos in het veld. En dat is Niels Fleuren. Dit is Barazi. Overname is er. Geuze. Daar Margarita te ver voor zich uit. Maar mag dan doorgaan en houdt nog balbezit. Daar is Kejan. Tejan. Oh, wie moet hem afmaken? Jongens, wat een kans voor Top in die openingsfase. Maar Geuze krijgt hem er ook niet in. Zet de aanval zelf op. Dien Geuze. Margarita, het leek allemaal te ver voor zich uit. Berghout zit dan mis. Tejan twijfelt. En Geuze raakt hem niet. Verder de Jong. Margarita kwijt. Krijgt hem niet voorbij aan Stuy van Erik. Nu Poku. Met Niels Fleuren dus en met Margarita. Sedláček aan de andere kant. Daar bij Tabouni is ruimte. Tabouni. Tabouni, gaat hij schieten? Nou, die raakt hem helemaal verkeerd. Tejan. Lijf aan lijf en dat wint hij. En dus nu Margarita. Tejan is voor de goal. Margarita doet het zelf op de benen van Reus. Twee man voor de goal. Margarita gaat zelf. Had hij hem niet moeten spelen. Tejan knokt zich voor de bal. Dan gaat Tejan mee. Is Guusen er ook. En doet Margarita het zelf. Buurmeester komt weg. Herkansing via Mathieu en Margarita. Margarita, nu is die goed. Reus meteen hand. Stuy van de Erik. Probeert hem over de graaiende Reus te spelen. Dat lukt wel, maar het gaat ook over het doel. Rick Stuy van de Erik. Leon Kaak. Guusen. Sanchez via Piqué. Oeh, lastige bal. Sanchez die daarmee zijn defensie in de problemen brengt. En ook nu gaat het niet goed met Mathieu. En dus Dekker, Dekker, Poku, Poku, Poku zelf. Twijfelde en besloot uiteindelijk om zelf te schieten. Piqué. Nou, het handje gaat omhoog van Sedláček. Maar de bal wordt gewoon keurig binnengehouden door Margarita. En geen buitenspel dus. Fleuren. Nu een goede voorzet. Tejan is er. Maar kan die bediend worden? Fleuren moet het dan gaan doen. Niet, maar dan wel Sanchez, Tejan. Tejan springt van de voet. En dan buitenspel van Stuy van Erik. De vlag is in ieder geval omhoog. Margarita. Stuy van Erik. Nu Guusen. Oh, zegt het scheelt niks. Duikt daar in één keer op voor zijn man. Voor Berghout. Dien Guusen en kan hem net niet het laatste tikje geven.
Daar komt de voorzet. Oh, dat scheelt niks. Joshua Sanchez geraakt ook volgens mij. Maar komt daar in één keer voor zijn tegenstander. En dat was op 23 augustus 2019. Toen won Jong AZ met 1-2 hier. Barazi is Lammers kwijt. Oh, dat is een penalty. Nee, dat is geen penalty. Cantino geeft hem niet naar de slijding van Kaak. Die daar een risico neemt. En Barazi, moet hij nou behandeld worden of niet? Wat gebeurt daar? Cantino was resoluut. Zag er geen strafschop in. Barazi is Lammers kwijt of dat hij er niet staat. En dan, het is de slijding van Kaak. En Barazi gaat te gemakkelijk liggen. Balbezit voor Guusen. Mathieu. Fleuren vrij. Richting Thean. Thean kopt, maar in de handen van Bo Reus. Hoewel, heeft hem niet meteen vast, Reus. Koopmijners. Koopmijners bij Tabouni. Tabouni niet voorbij aan Sanchez. Krijgt een... Oh, dat is een knappe beweging, zeg. Mo Tabouni. Tabouni, voor wie legt hij hem klaar? Fleuren. Zet Lacek. Een oog over het doel van doelman Alblas. Maar wat een mooie actie was daarvoor van Mo Tabouni. Hier lijkt hij hem kwijt, krijgt hem dan en kijk hoe hij draai maakt. Hup, op zijn Zidaans. En dan weet niemand hem af te maken voor Jong AZ. Ook Zet Lacek niet. Dirks. De Jong levert zomaar in. Joshua Sanchez. Opoku nu in duel met Berkhout. Goed doorgekopt. Magrita. Thean voor de goal. Thean voor de goal. Oh. Thean krijgt zijn voeten niet tegenaan. Hij leek in principe niet zo moeilijk, die voorzet van Magrita. Thean zet hem zelf op. Magrita kijkt, daar komt hij. Nee, is toch te hard. Niet te belopen voor Kay Thean. Tabouni. Koopmijners. Dirks. Buurmeester, daar gaat Koopmijners. Koopmijners. Pasje op Sedlacek. Sedlacek. Goede voorzet en goed verdedigd daar door Leon Kaak. Tabouni. En voorlangs. Mo Tabouni. Maar niemand die die paas begreep. Thean. Via Mathieu. Thean, Thean. Hij schiet hem niet. En dan in tweede instantie schiet hij hem toch. En dan raakt hij hem toch. Kay Thean. En dan is het 1-0 voor Topos. En dan rondt hij weer een doelpoging keurig netjes af. Hier raakt hij hem niet goed. Dan blijft Reus staan. Weet Dirks de bal niet te onderscheppen. En is het Kay Thean met zijn 10e van de competitie. En de 1-0 voor Topos. Koopmijners. De Jong. Buurmeester, helemaal vrij. Ruimte dus nu bij Tabouni. Tabouni doet het zelf. Maar daar verontrust je Alblas niet mee, Mo Tabouni. Buurmeester schuifelt er wat naar voren. Tabouni. Tabouni. Is daar niet zomaar buurt naar kwijt. Dit is het overstapje. Verder de Jong. Kan hij uithalen? Dat kan die. Maar nu nog de richting naar het doel voor Verder de Jong. Thean, kom door. Dit is goed. Mathieu. Daar is Buutner. Buutner, Buutner, jongen. Dit had beter gekund.
van Thean nu. De bal naar Margaret. Buurmeester werkt weg. Kaak. Ja, jongens, het scheelt helemaal niks. Er werd hier al gejuicht, zo rechts voor me. Want mensen van de club van Os, die zien daar de bal op het hoofd van Thean komen. Die denken, dat is hem. Maar dat is hem niet. Griffith. Verder de Jong. Veel mensen daar voor de goal, maar daar is ook Alblas. Meernik is er, Dekker is er. Alle lengte dat men voorradig geeft bij Jong AZ nu mee naar voren. Maar Alblas heeft hem. Berghout terug naar zijn doelman. Maar daar is die Dekselse Thean weer. En die zit er dan toch weer tussen. En dan had hij bijna weer het voetje met links. Dat hij hem langs de doelman wist te plaatsen. Gaat altijd voor de bal. En dan is dat het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Cantino. Toen het nog warm was in Nederland. En toen iedereen nog met korte mouwen liep. Dat was de laatste dag dat er een overwinning werd behaald door Top Os in een thuiswedstrijd. En inmiddels leven we in 5 graden. Is het koud, waterkoud. En heeft Thean zijn enige gemaakt van de avond. En is hij weer de matchwinner en wint Top Os met 1-0. Eindelijk weer eens een thuiswedstrijd. Eindelijk, zal Bob Peters zeggen, na die 28 augustus toen ze hier wonnen, is het nu op deze dag in januari de kans voor Top Os om maar weer eens te juichen in eigen stadion.